Deze Schippers konden niet zonder hun muzikale steunpilaar en aangever. Wij vroegen ons af, hoe is het nu toch met saxofonist en pianist Kloes van Mechelen? Kloes van Mechelen, muzikant en componist, werd bekend van VPRO-tv-show De Lachende Schrikkwast. En hoorde op de kostschool voor het eerst jazzmuziek. Ik was meteen verkocht. Dus er zat geen architectencarrière meer in of geen artsencarrière. Het moest de muziek worden. En zo geschiedde. Na een studie aan het conservatorium dompelde Kloes zich onder in het Amsterdamse nachtleven om zich te vestigen als jazzartiest. En tijdens een van die optredens had Kloes een bijzondere ontmoeting. En op een avond zat daar Paul Huf. In de pauze kwam hij naar me toe. Hij zegt voor een bekend biermerk, vakmanschap is een meesterschap, heb ik allemaal tv-spotjes voor gemaakt. Maar daar moet muziek bij. Niet alleen oogste Kloes succes met muziek voor deze reclame, maar hij scoorde ook nog een hit als componist van dit nummer. Met Big City liep het ineens uit de hand. Waar hadden we totaal niet op gerekend. Maar dat is toen een enorm succes geworden. Kloes was achter de schermen een succesvol componist tot het moment dat zijn carrière een heel andere wending nam. Zie hier het gouden duo. Kloes van Mechelen en Wim T. Schippers. In je carrière loopt het heel raar, want ooit ben ik toen Wim T. Schippers tegengekomen. Die was in de studio een scène aan het draaien voor Waldolala met Chef van Oekel. En Wim zei door de telefoon, als jij nou hier naartoe komt, dan moet jij de pianostemmer spelen. Dus ik onmiddellijk naar Hilversum. Toen ik kwam had hij alweer een paar tekstjes geschreven. Ik zeg, ja maar Wim, ik ben geen acteur, wat krijgen we nou weer? Maar ja, toen heb ik dat gedaan en toen was ik ineens gebombardeerd tot Jantje Vos. Jantje Vos en Sjaak Plafond. Ik ben Jan Vos, hij is Jan Vos, ik ben Jan Vos. En als zodanig ben ik menigmaal de klos. Dolf Brouwers zou bij mij komen repeteren. En die belde op 11. En toen deed meneer Bommels, mijn buurman, die deed open. En Van Oekel die zegt tegen me, wie bent u? En mijn buurman die zei een beetje te midden, ik ben Bommels. Ja, zei Van Oekel, maar ik moet bij Van Mechelen zijn. Ja, zei Bommels, die woont hiernaast. En waarom doet u dan open? Naast de samenwerking met Dolf Brouwers werkte Kloes ook nauw samen met Wim T. Schippers. Samen maakten zij de radioshow Ron Flon Flon, waar Kloes de muziek van maakte. En tegenwoordig is Kloes nog steeds iedere dag bezig met muziek maken. De laatste tijd speel ik heel erg met de Lils McIntosh Band. En dat doe ik ontzettend graag. Het is eigenlijk alleen maar saxofoon spelen. En daar treden we heel veel op mee in het land. En ik heb hier nog altijd, altijd studioklusjes. En ik heb eigenlijk een hele rommelige carrière gehad van alles door elkaar. Wat er in de muziek te doen is, daar moet ik gebruik van zien te maken. Tot hier gaat het eigenlijk prima. Kom naar Amsterdam, want het hek is van de Dam. Ja, en het hek kan nog meer van de Dam, want we blijven nog even in Amsterdam.